van 2028 in gebruik blijven bij de Duitse luchtmacht. Terwijl ondertussen de F-35 zal geleverd worden en de piloten reeds vertrokken zijn voor de eerste piloten voor een opleiding op F-35. Maar toch hier, we blijven nog met de huidige geschiedenis. Het allereerste jachtvliegtuig gevoerd met het huidige Courant nog steeds. Jachtvliegtuig dat bijna, tot nee, dit al, meer dan. Zou het uitstellen meer 44 jaar in dienst bij de Duitse luchtmacht. Thank you.